Bart en ik die stonden boven net bijna te huilen. Dat durf je niet harder te zeggen. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt. Het is maandag vandaag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is een regenachtige dag. Jax en ik gaan straks weekboodschapjes doen, want de auto moet geladen worden. Verder, Yola die gaat vandaag naar Kindertheater, dus dan moet ik er naartoe brengen. En verder, I don't know, we will see, man. Dit is hoe Dexie denkt over regenachtige dagen. Je kan hem ook gewoon niet uitlaten als het regent, want hij heeft er echt een hekel aan. Hij is niet uit het krulletje te krijgen. Zo, ontbijtje. En alle berichten even doornemen. Boodschapjes doen, zou je natuurlijk denken, Disna, je ging toch online boodschappen doen bij Albert Heijn vorige week nog? Dat was toch zo handig? Ja, is ook wel handig. Maar Yola die wordt vandaag naar de theaterschool gebracht door een vriendin. Heel erg handig. Dat betekent dat Jax wakker is en wij boodschappen kunnen gaan doen. Zelfs Bart kan mee, maar die is wel nu nog aan het werk. Zo gaat dat wanneer je Bart meeneemt. 1 hour later. Ja. Druk. Hè? Nou, we gaan maar weer verder. We hebben wel allemaal dingen bij Bart in zijn mand gedaan, dus hij is toch nog nuttig. Ik heb Yola even opgehaald van NKT. In Bart's oude andere Tesla, daar rij ik nu heel vaak in. Waarom piept hij? Oh, daar. Bart heeft volgende week heeft hij een proefrit voor iemand in deze auto, dus misschien moet ik hem dan wel gaan afstaan. Dus fixie, het knuffelhondje. Oh. Nou ja, een knuffelhondje. Niet voor een bed of zo, maar het is gewoon een hondje die iets moet gaan leren. Oh, kijk eens. Bart heeft helemaal kaarsjes neergezet en het eten afgemaakt. Oh, wat moeite. Oh, dankjewel, liefie. Het was echt een vette race tegen de klok om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik ga nu naar yoga, 8:30. Let's go. De rest vertel ik zo wel. Dat is yoga toch heerlijk. En vooral op die maandag dat het eigenlijk veel te hectisch is om nog te gaan. En dat je dan toch even zen wordt. Ja. Vliegjes. Oh jongens, we hebben last van fruitvliegjes. Maar ik heb vandaag echt alles schoongemaakt op zoek naar de bron. Naar mijn idee zijn ze wel minder hoor. Ja, dat sowieso. Misschien zijn ze wel op weg. Morgen. Verzorgd, jongens. Wat zei jij? Dat durf je niet harder te zeggen. Appelflap. Nu is hij de aanzichter, hè? Hoezo appelflap? 'S Avonds. Nee. Bart. Nee. Nee. Nu mag jij het niet doen. Heb ik zelf gesloten. Goed zo. Gewoon thee en een bed en slapen. Ik heb nog speculaars boven nu. Ja. Hallo, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag en Yola die gaat op pad met Fixie. Ja. Hey. Eindelijk heeft ze deze lekkere trui aan. Waar hebben we die ook weer vandaan? Zara geloof ik. Nee. Ik weet het al. In Spanje. Primark, Spanje. Oh ja. Dus Yola die gaat vandaag Fixie allemaal dingen leren op straat. We hebben Fixie eventjes veilig gemaakt door de riem van Dexie bij hem om te doen. Nee, we hadden nog een oude, een S. Ja, een S. Die past Dexie niet meer, want die is te dik geworden daarvoor. Leg maar uit aan Fixie hoor. Wat betekent dat? Dat de fiets goed is. Ja, goed zo. En nu? Moeten wij stoppen, want wij behalen dan... Klopt, nu moeten wij stoppen. Bart en ik die stonden boven net zowat, nou ja, bijna te huilen van geluk of zo. Ik weet niet wat het was, maar we haalden Jax uit zijn bedje. En hij was echt heel erg met zijn armpjes naar voren aan het reiken naar je. Dus echt dat hij echt, ja, gewoon echt een soort van next level contact met je maakt. Dat hij echt gepakt wil worden. Ja, dit. Het is zo schattig. Hè? Oh, nu wil je de camera. Zie je, jullie betekenen nu ook al heel veel voor hem. Hij wil jullie vast hebben. Het is zo
Zo heerlijk dit. I can't explain. De luiers voor de maand zijn ook weer binnen. Ik heb weer gekozen voor de verschillende designs. Designs. Deze vind ik echt het leukst van allemaal. Die zien er ook zo lekker clean uit. Zo doet Jax als je hem een andere speen probeert te geven. Hier. Is het wat? Hou je hem in je hand. Ik denk dat het een speeltje is gewoon. Hey, buikspieren! Hallo, hallo, hallo! Lotenverkopers in de house. Horloge, horloge mee. Ja, heb jij al een loodje gekocht van Jola? Ja, heb ik. Oh, goodieboxje. Zo leuk. Superfood for the skin. Wauw. Drops om bruin van te worden. Ik ga vandaag plattaart weer maken. Oh, dat ruikt lekker, man. Bart is nog niet thuis. Die at niet thuis vanwege werk. En daarna moest hij ook nog sporten. Dus ik heb alleen gegeten en alles alleen gedaan. En de kindjes liggen op bed. En alles is al opgeruimd en zo. Dus ik ben helemaal zen. Dus ik dacht, even een maskertje. Maar ik had liever een voedende gedaan dan deze keiharde. Vooral op mijn lippen. Het is niet zo handig dat ik het zo op mijn lippen heb. Goed. Nou ja, ik ga deze eraf halen en of trekken. Wow, dat ga ik zo nog even laten zien trouwens. Alsof je je vel eraf trekt. Heerlijk is dat, hè? Ik hou van velletjes trekken. Oh, I love it. Ik heb trouwens geen idee wat dit voor iets is, hoor. Volgens mij was het gewoon zo'n... was in ieder geval eentje die ik nog had liggen. Ik ben een beetje bang geworden voor die peel-offs. Want ik heb dus een keer zo'n zwarte gedaan. Van MAC May Beauty, geloof ik. Nou, die had ik ook over mijn hele gezicht gedaan. Nou, echt serieus, dat had ik niet moeten doen. Die had ik gewoon alleen op mijn neus of zo moeten doen. Want dat, ik ging gewoon op een gegeven moment bijna huilen. Zoveel pijn deed het om het eraf te halen met al die haartjes. Zo. Deze voel ik ook wel een beetje. Ik heb gewoon heel veel haartjes op mijn gezicht. Blijkbaar. Zo, lekker geëdit. Moet een beetje stilstaan hier. Hou ze in de gaten. Dinsdag en donderdag komen er weer extra video's aan. Yay! Bye. Kom hier helemaal in de hoek. Wat zei ik ook weer vanochtend? Wat zei ik? Ja. Ja!